Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. Maar wat was het Rampjaar? En welke gevolgen had dat? In deze video zoeken we het uit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we terug naar het einde van de opstand, ook wel bekend als de Tachtigjarige Oorlog. Van 1568 tot 1648 hadden zeven Nederlandse gewesten gevochten tegen de Spaanse overheersing van Philip II. In 1648 had het geleid tot de officiële internationale erkenning van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze nieuwe staat was uniek in de wereld. Het was het enige land dat niet bestuurd werd door een vorst, maar door rijke burgers. Deze regenten hadden ervoor gezorgd dat het economisch gezien erg goed ging. Met de internationale handel van de VOC en de WIC werd veel geld verdiend. Daarnaast woonden en werkten er veel beroemde kunstenaars in de Republiek. En Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Jan Steen zijn daar slechts drie voorbeelden van. En hoewel lang niet iedereen profiteerde van al deze voorspoed, wordt deze tijd ook wel de Gouden Eeuw genoemd. De regenten hadden in de republiek de touwtjes strak in handen. De familie van Oranje, die decennia lang de stadhouder leefde, was uitgeschakeld na de mislukte machtsgreep van Willem II in 1650. De jongste teller van de familie, Willem III, was net geboren en kon dus geen enkele rol van betekenis spelen. Van deze situatie maakten de rijke burgers gebruik. De functie van stadhouder werd afgeschaft. En voortaan was de raadpensionaris de belangrijkste en machtigste man in de republiek. Jon de Witt, afkomstig uit de regente familie uit Dordrecht, zou deze functie van 1653 tot 1672 vervullen. Hij probeerde op allerlei manieren de macht en de rijkdom van de republiek te vergroten. Johan de Witt vond dat de Nederlandse handelsvloot daarom kost wat kost beschermd moest worden en dat er afgerekend diende te worden met de buitenlandse concurrenten. Met name de Engelsen waren hem een doorn in het oog. Vandaar dat hij het regelmatig aan de stok had met het Verenigd Koninkrijk. Het leidde ook tot diverse oorlogen tussen de Republiek en Engeland. Deze Engelse oorlogen betekenden de ene keer een overwinning voor de Engelsen en de andere keer een overwinning voor de Nederlanders. Nederlandse admiraals Maarten Tromp, Cornelis Tromp, Witte de Wit en Michiel de Ruiter zouden er erg beroemd door worden. Michiel de Ruiter vernederde de Engelsen tot op het bot door in 1667 het belangrijkste Engelse oorlogsschip, de Royal Charles, te veroveren bij de tocht naar Chatham en deze naar de Republiek te slepen. Tot op de dag van vandaag hangt de achterkant van het schip, de Spiegel, nog steeds in het Rijksmuseum in Amsterdam. De Tweede Engelse Oorlog had er daardoor voor gezorgd dat de Engelse wraak erg diep zat. De vraag was alleen wanneer die tot een uitbarsting zou komen. Daar hoefde niet lang op gewacht te worden. De Franse koning Lodewijk XIV had in 1670 in het geheime bondgenootschap gesloten met de Engelse koning Charles II om gezamenlijk de Republiek aan te vallen. De Engelsen zouden dat doen vanuit zee en de Fransen over land. Lodewijk XIV wilde als absoluut vorst zijn macht zo groot mogelijk maken. Alles moest om hem draaien en de Republiek belemmerde hem daarin, zo vond hij. Op 7 april 1672 was de tijd volgens de Engelsen en de Fransen rijp om de strijd aan te gaan met de Republiek. De oorlog werd verklaard en al snel werd duidelijk dat de Nederlanders totaal niet waren voorbereid op deze oorlog. Johan de Wit had veel geld gestoken in een sterke vloot, maar had het landleger verwaarloosd en ook aan de verschillende vestingen was weinig aandacht besteed. En daar zou Joran al snel spijt van krijgen. Het Franse leger trok namelijk met 120.000 soldaten vanuit het zuiden op naar de Republiek. En aangezien Lodewijk verdragen had met de bischoppen van Keulen en Münster, werd de Republiek ook vanuit het oosten aangevallen. Hoewel de Engelsen door de oorlogsvloot onder leiding van Michiel de Ruiter werden tegengehouden, veroverden de Fransen in korte tijd stad na stad. Op 12 juni stak het Franse leger in aanwezigheid van Lodewijk XIV bij lopend Rijn over. De Fransen gingen daarbij plunderend en moordend te werk. Ook de bischop van Münster, Bernhard van Galen, liet zich niet onbetuigd. Hij viel in de zomer van 1672 Groningen aan. Daarbij maakte hij veel gebruik van kanonnen, vandaar zijn bijnaam bommenberend. Veel Nederlanders sloegen door al dit oorlogsgeweld op de vlucht. Ze waren niet alleen bang, maar ook woedend op de regenten. De regenten bleken immers niet in staat te zijn hen te beschermen. Ze eisten daarom dat de jonge Willem III. Toen 21 jaar oud, stadhouder ze worden en daarmee opperbevel hebben van het leger en de vloot. En dat gebeurde ook. Met de nieuwe legerleider kreeg de Republiek weer moed en begon het terug te vechten. Maar direct succes had dat niet. Utrecht werd ingenomen en ook Den Haag en Amsterdam werden bedreigd. In een wanhoopspoging werden daarom vanuit Muiden tot aan Bos alle dijken doorgebroken. Door het land onder water te zetten hoopten ze de Fransen tegen te houden. Deze Hollandse waterlinie was de laatste strohalm. Op wonderbaarlijke manier keerden vervolgens de kansen. Zo gaf bombarderend op 28 augustus 1672 het beleg van Groningen op en zorgde de Hollandse waterlinie ervoor dat de Fransen op Mars werd gestuurd. Hoewel het nog tot 1678 zou duren voordat Lodewijk XIV de vrede zou sluiten met de Republiek, was het wel duidelijk dat de Republiek in 1672 door het oog van de naad was gekropen. Dat gebeurde overigens wel zonder Johan de Wit. Samen met zijn broer Cornelis werd hij verantwoordelijk gehouden voor het rampjaar. Cornelis werd eromheen opgepakt en in de gevangenpoort in Den Haag opgesloten, omdat hij van verdacht werd een moordaanslag op Jan de Derde te hebben beraamd. Maar hoewel hij flink werd gemarteld, bleef hij ontkennen. Ondertussen was er een hele campagne op touw gezet tegen de gebroeders de Wit. Ze werden daarin als landverraders afgeschilderd. Een deel van de bevolking liet zich daardoor meeslepen en was woest. Toen Johan op 20 augustus 1672 Cornelis kwam bezoeken in de gevangenis, verzamelde een groep mensen zich buiten de gevangenpoort. Daar liep het volledig uit de hand. Mensen bestormden de gevangenis en sleurden Johan en Cornelis naar buiten. Daar werden ze op gruwelijke manier vermoord, waarna hun dode lichamen werden opgehangen op het groene zootje. Hun tong, harten en vingers werden uit of van hun lichamen gehaald en als een soort souvenir meegenomen naar huis. De tong en vinger zijn tegenwoordig nog te zien in het Haags Historisch Museum in Den Haag. Met de moord op de gebroeders de Wit was er een einde gekomen aan de macht van de raadpensionaris in de Republiek. Willem III nam de macht over als stadhouder. Hoewel de Republiek het rampjaar maar net overleefde, was het na 1672 gedaan met de rijkdom en de macht van het land. De Republiek was geen wereldmacht meer en ook de rijkdom zou snel verdampen. Toch zou het ook het begin zijn van de bliksemcarrière van Willem III, de die tot aan zijn dood in 1702 het behalve tot stadhouder ook tot koning van Engeland zou schoppen.